Een kwestie van kiezen was een programma waar ik altijd naar keek. En dat kwam alleen maar door de presentator daarvan. Goed geïnformeerd, snel, scherp. En die oorlijke twinkeling in de ogen, die je bij de ware dandy vermoedt. Hij heeft de pose van een romantische vlierenfluiter, maar misschien graaft hij wel veel dieper dan hij zelf denkt. Jeroen Pauw. Jeroen, die romantische vlierenfluiter die in interviews naar voren komt, die ik met je lees. Hoe bedacht is dat? Nou, het is niet zozeer bedacht, maar het is wel zo dat de meeste mensen met wie je praat vinden al snel iets romantisch. En vinden al snel dat het wel, jongen, zeg, doe jij dit of dat? En kooksnuiven, vrouwen. Ja, nou, je weet zelf dat kooksnuiven niet echt romantisch is. Nee, maar goed, dat is wat anders. Nou, het is wel escapisme, dus in die zin wel romantisch. Okay. Vrouwen eigenlijk ook. Is dat zo? Is toch ook wel, daar vlucht je toch ook in. Is dat jouw grote vlucht? Nou, ja, het hoort wel in het rijtje. Ja? Geloof je niet in trouw? Ja, ik geloof wel in trouw. Maar ja. Dat vlucht in vrouwen, waar moet ik dat dan plaatsen? Nee, maar ik bedoel, trouw is toch wat anders dan dat je met één vrouw bent. Ik bedoel, trouw is aan liefde of aan vriendschap. Dat wil je wel proberen. Maar niet het letterlijke trouw zijn? Nee, dat is onzin. Dat is onzin. Ja. Is dat niet te modern? Nee, want er is niets aan mij wat modern is. Dus dat kan je me echt niet verwijten. Is dat zo? Ja. Je bent toch een typisch representant van de nieuwe televisiegeneratie? Nee? Nee, want wat is dat dan? Nou, zoals jij bent. Snel, scherp en tegelijkertijd vol escapisme. Vluchtend in vrouwen. Kwets je vrouw nooit als je die moderne principes huldigt? Ja. Dan doet het toch pijn? Jawel, maar het hoort toch... Ik bedoel, ja, je kan toch niet maar één gedeelte van je leven met iemand delen? Toch niet alleen maar de leuke dingen? Er horen ook de mindere dingen ja. bij. En je moet alleen zorgen dat die balans wel zo is, dat degene met wie je bent, en dat bedoel ik niet alleen een vrouw mee, maar ook je vrienden of wat dan ook. Ja, dat op het moment dat het een niet meer leuk is, of die balans weg is, misschien anders. Maar ik geloof niet ik geloof helemaal niet dat het is eerder ouderwets volgens mij, dat hele gedoe. Je bent een jaren 60 hippie. Ja, maar toen was ik ben geboren in de jaren 60, dus ja, dat heb ik ook niet meegemaakt. Maar goed, qua mentaliteit. Ik zit in het verkeerde lichaam, zou dat het zijn? Ik weet het niet. Was je graag vrouw geweest? Nee, steeds minder. Hoezo? Steeds minder? Nou, ik denk echt dat het voor... Ik ben 40. En, hoe oud word je? 60 of 65 of zo? Dan denk ik toch dat ik leukere 25 jaar tegemoet ga als man dan als vrouw. Met vrouwen toch veel meer afgerekend worden op hun uiterlijk. Krijgen allemaal rare pijntjes en gedoe. En dat is helemaal niet fijn. Dit spreek je uit ervaring? Wat van die pijntjes en nou, gedoe? Nou ja, dat hoor je om je heen. Ja. En je ziet het. Je ziet toch heel veel vrouwen die... Laten we zeggen, aanvankelijk het moesten hebben van hun schoonheid. En daar dan ook hebben geprobeerd. En dat lang niet altijd is gelukt. Daar een zekere diepgang aan te koppelen op dat je weet dat je ook verder moet in het leven. Ja. En dan krijg je toch een beetje het Leontien Ruiters effect of zo. Weet je? Wat ik echt een prinsesje vond toen ze dat spelen met taal deed. Weet je? Ja. Maar nu wordt het toch iets van, ja... Ze moet nog zo nodig. Ja. En ik heb het idee dat bij mannen... Nee, ik ben heel blij dat ik een man ben. Waar gaat jouw leven over? Helemaal nergens. Top, goed antwoord. Ja. Maar is dat echt zo? Je moet toch wel een zekere ambitie hebben, wil je hier, of niet hier, maar wil je voor televisie verschijnen, et cetera, et cetera. Oh nee, maar ik heb wel ambitie, maar ik vind dat zelfs in die ambitie, waar gaat het dan uiteindelijk over? Weet je, als je nou een interview doet met wat ik dan leuk vind, dan gaat het er voornamelijk bij mij over dat ik, en dat is ook wel echt waar, dat ik dan wel wezenlijk geïnteresseerd ben in hoe voelt die ander dat of hoe doet hij dat. Maar eigenlijk is dat dus gewoon een egomane trip. Want ik ben natuurlijk gewoon benieuwd van hoe doet iemand dat dan? En zou ik dat dan ook zo doen? En hoe zou dat dan gaan? En dus vraag ik me dan weer af van, dan ben ik wel wezenlijk geïnteresseerd, maar ben ik dan wezenlijk geïnteresseerd in die ander? Of ben ik gewoon eigenlijk wezenlijk geïnteresseerd in mezelf? Je onderzoekt en probeer altijd ik daar die ander maar een beetje... Dus je twijfel wordt gesanctioneerd omdat je met anderen kan babbelen op televisie. Ja. Dat is wel het leukste wat er is, hè? Ja, het is ook heel erg leuk. Ja. Even terug naar waar we het net over hadden, want ik suggereerde dat wel, maar misschien poseer je wel helemaal niks. Nou, nee, ik... Als ik naar je schoentjes zie, mogen die even op tafel? Ja. Moet ik ze daarvoor uitdoen of aanhouden? Laat ze even doen, dan ga even met je benen. Nou, zo. Dit is er één. En dan nu de andere. Nu de andere. En zoek dan het verschil. Ja. Even nog een keer een goede close-up. We kunnen brieven inzenden naar Veronica. En die mag, wie wint, mag een avond uit met Jeroen. Even de andere graag. Dat is toch heel geposeerd, die schoentjes? Ja, dat is het ook. Het zijn prachtige schoenen. Het zijn een soort polo-schoenen uit Harlem, lijkt het op. Ik heb ze gekocht in San Francisco. Ja.
in Amerika. Ja. Waarmee nu lijkt alsof ik daar boodschappen doe, maar dat is niet zo. Maar ik was daar toen. Ja. En toen kocht ik die schoenen. Het is heel erg geposeerd, die schoenen. Het is heel erg een soort kinderachtige zoektocht van iemand die denkt van ik wil niet zo'n lul in een pak worden. Dus nou, dan heb ik wel al dat pak. En dan zoek je ergens nog een soort relativering, weet je. Ja. Nou, dan zoek je dus of dat doe je in je schoenen of je doet het in je haar of wat dan ook. Maar is het niet juist ook buitengewoon slim van jou dat je die zelfkritiek hebt die een beetje koket is ook? Ja, maar kijk, alles is natuurlijk koket. Want als we praten hier over mezelf. Ik vraag aan jou van tevoren, waar gaat het over hebben? Over jou. Dus het is natuurlijk het is ook allemaal koket natuurlijk. Ik moet toch ook koket zijn om hier te gaan zitten en lekker weer eens een half uurtje over mezelf te praten. Dat is waar. Maar het vervult het ego en ik denk, misschien speel je wel een rol. Ja, maar wat zou die rol zijn? Dat je een wezen veel zwarter en harder bent dan je je voordoet. Oh nee, maar ik ben ook wel zwart en hard. Maar dat laat ik ook wel zien. Dus eigenlijk zit ik hier met iemand aan tafel die niets te verbergen heeft. Vast wel. Ik zal vast wel wat te verbergen hebben. Maar het vervelende is dat ik dat zelf soms ook niet precies weet wat het is. Het loopt een beetje door elkaar. Nou ja, heb je zelf niet... Het is niet dat ik een gefantaseerd leven heb, hoor. Dat is echt niet waar. Dat, laten we zeggen, de gewone feiten, die kloppen altijd wel. Ja. Maar ik vraag me natuurlijk heel vaak af, zoals ik dat bij mijn gasten doe, ook bij mijzelf, waar komt het allemaal vandaan? Wat is dat nou toch allemaal? Wat moet je nou? Wat wil je nou bewijzen? Waar komt dat? Is het een minderwaardigheidscomplex? Of is het, en waar komt dat dan weer vandaan? Maar wat is het? Dat weet ik dus niet zo goed. Maar als ik de interviews met je lees, is het vrij vruchteloze jeugd, want koud gezien. Klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. Maar ik ben wel 40, weet je. Hoe lang moet ik mijn ouders de schuld geven? Waar. Dat kan ook niet eigenlijk, hè? Nee. Ja. Dat vind ik dan ook echt, toch? Dat is, ik bedoel, want het is allemaal wel koud. Ik ben eigenlijk een harmoniemodel, dus ik vind het fijn als we vriendjes zijn en als het leuk is met elkaar ja. En dat soort dingen. Ja. En dat is natuurlijk wel koud, maar het was ook weer niet zo dat ik geslagen werd of in de gangkast werd opgesloten of dat soort dingen. Dat was het ook niet en we gingen ook leuke dingen doen. Dus... Waar komt die ambitie vandaan dan? Aan wie heb je wat te bewijzen? Ja. Ik weet niet of ambitie nou echt het goede woord is. Ik vind de dingen gewoon wel leuk om te doen. Ja. Dat is het. Ik vind het leuk om een gesprek te voeren met iemand en dat ik denk, hey, misschien komen we wel daar of misschien gaat het wel goed. Of laat ik eens opletten, zou het niet zo zijn? Zoals jij dat dan nu met mij doet in de uitzending, doe ik dat vaak van tevoren bij een gast. Dat ik denk van, wat zou het nou voor iemand zijn? Waar zou dat nou vandaan komen? Ja. Is het niet iemand die zich ontzettend overschreeuwt? Is het niet eigenlijk dit of dat? En maar nu wil ik het voor jou weten. Te zoeken. Ja, en dat wil ik zelf ook graag hoor. Het is namelijk niet dat ik het weet en die wetenschap verborgen houden. Dus het interview is voor jou een soort zoektocht naar jezelf? Ook, ja. Ja. Ja, het gaat natuurlijk lang niet altijd over mezelf. Maar Ischa Meijer zei wel eens van interviewen gaat eigenlijk altijd over mezelf. Dat begreep ik nooit zo goed. Maar langzamerhand begrijp ik het een heel klein beetje, ja. Dus iedere vraag die je stelt reflecteert? Ja, en er zijn natuurlijk heel veel vragen die ik stel waar ik zelf wel het antwoord op weet. Maar, wat zijn de grote vraag die je niet weet? Dat is dat je niet weet waarom je alles doet. Ja, waarom doe ik de dingen en wat nut heeft het nou eigenlijk? Het heeft geen nut. Nee, het heeft geen nut. Is het prettig om in een nutteloze wereld te leven? Onbevredigend ook wel weer, toch? Want? Ja, want als het dan allemaal zo nutteloos is, wat doe ik er dan? Is het dan alleen nog maar hedonisme en een beetje seks, drugs, meisjes, wat hadden we nog meer? Drank. Consumeren van films, boekjes. Weet je, dan zou ik ook wel eens willen dat ik zo iemand als Henk Binnendijk was die dan opeens toch een soort diepgang had. Die gelooft in God. Ja, dat is ja, ook wel. Ja, maar in ieder geval heeft hij wat. Schrijven hierboven schijnt toch uit. Dan nee, maar kijk nou eens, als je nou met mensen praat die heel lang bij elkaar zijn, hè, dan die spreken mij nog wel eens aan op het feit dat ik nogal vlinder met meisjes en dat soort dingen. En die zeggen dan altijd van ja, maar jij bent bang voor de diepgang. Jij bent bang dat een relatie op een gegeven moment, na 5, 6, 7 of 8 jaar, dan komt de diepgang. Maar niemand kan mij uitleggen wat die diepgang is. Nee. Maar het moet er toch zijn misschien. Het wordt alleen maar saaier, toch? Ken jij dat, diepgang? Nee, het wordt alleen maar saaier, toch? Nou, ik denk het wel, ja. Ja. Maar daar schijn je dan doorheen te moeten. Dat kan ik gewoon niet bevatten. Maar jouw geliefde, hoe vertel je haar dat dan? Liever na 5 jaar wordt het wat minder? Nou, kijk, wij hebben een hele andere verhouding. Wij hebben een verhouding, we zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het is natuurlijk niet dat je zit op de bank en papa komt thuis en vraagt, zijn de aardappels al gekookt? Dat scheelt. Dus dat scheelt ontzettend. Ik ben ook niet jaloers als zij met een andere man gaat. Nee, natuurlijk niet.
Nou, natuurlijk niet. Nou ja, misschien hou je wel van haar, dan kan je ook jaloers zijn. Ja, nee, maar kijk, het is wel een verschil. Ik hou wel van haar en ik ben niet jaloers, maar dat wil niet zeggen dat ik onverschillig ben. Onverschillig is natuurlijk nog veel erger, als het je allemaal niks doet. Maar is het zo van, je wilt het liever niet weten of je weet ervan? Nou, ik wil in ieder geval, als jij het weet en anderen het weten, wil ik het ook weten. Is het wel zo overkomen dat je het achteraf hoorde? Nee. Nee, maar ik wil, dat is namelijk, want alles gaat tenslotte over mezelf. Ja. Dus je moet niet gekrenkt worden in je trots dat allerlei mensen weten van, zij heeft iets met die, en hij weet het niet, die suffelt. Juist. Ja, dat kan niet. Overigens komt dat nauwelijks voor. Hoor. Het is wel een operrelatie van de jaren 70, zou ik zeggen. Daarom, alles wat jij net zei over modern is niet waar. Je bent een ouderwetse man eigenlijk. Nou ja, niet ouderwets, maar ik ben een anachronist, zeg maar. Ik leef in een andere tijd. Hè. En dat heeft met je romantiek te maken, altijd verlangen naar een andere niet, tijd. Het is, nee, dat is allemaal een dingetje erop drukken waardoor het haast waardoor onbenullige dingen als dit een meerwaarde zouden krijgen die het helemaal niet verdient. Nou ja, maar al die dames thuis zitten te kijken en proberen jou te duiden. Ja, welke dames? Nou ja, god, die 100.000 die misschien vanavond kijken. Nee. Geloof je ook niet in? Dat er 100.000 mensen krijgen. Nee, dat die dames dan over jou gaan zitten nadenken. Van hoe gaat het met hem en waarom is hij zo en al die dingen meer. Nee. Nee? Het is gewoon... Ook natuurlijk niet, maar ik... Come on, wat is het? Is het alles is weg als een veertje weg te blazen of is het iets meer? Ik geloof A niet dat je geen diepgang hebt, maar B, wat is het dan? Nou, het probleem is echt waar, Theo, want het is, ik realiseer me nu we hier zo zitten, dat hoe lang zijn we nu bezig, 10 minuten of 12 minuten, zoiets. Dat het natuurlijk een circus van coquetterie wordt, maar het is ook wel waar, het is ook, want ik weet het ook echt niet, natuurlijk zal ik met de hand op mijn hart niet zeggen dat ik in alle opzichten volstrekt oppervlakkig ben en het woord diepgang wil mijden en nooit eens ergens boos of teleurgesteld over worden, dat is allemaal wel waar, maar de bottom line steeds is wel van, waar gaat het nou over? Ik heb nu bijvoorbeeld 21 jaar lang, 10 jaar bij de radio en 11 jaar bij de televisie het nieuws gedaan. En dat is een voor mij steeds belangrijker vraag geworden. Van waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Is het niet alles maar onzin? Of het nou Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn, of het nou gekibbel is tussen Josias van Aerts en Wim Kok. Denk je dat een van die 22 miljoen vluchtelingen daar wakker van ligt? Nee. Waar gaat het allemaal over? Nou, en dat krijg je steeds meer. Bij Amerika kan je nog zeggen, het gaat om de machtigste man ter wereld. Het gaat om de machtigste man ter wereld. Maar, ja, wat is dat dan? Maar hoe machtig is die man nou? Dat weten we ook. Die man is helemaal niet machtig. Dat is ook maar gewoon een puppet on a string met een senaat en een congres. Maar lijkt je geen heel eenzaam leven dan, als het toch eigenlijk nergens over gaat? Nou, niet eenzaam, maar wel vaak alleen, ja. Maar dat is heel wat anders. Okay. En dit lijkt weer... Coquetterie, maar dat precies. Is het niet. En dan lijkt het ook weer haast romantisch en zo. Dat is helemaal niet waar. Maar ben je een binnenvetter? Nee, maar niet. Iemand die vaak dingen in zijn eentje moet oplossen zonder met anderen daarover te spreken? Ja, liever eerst zelf oplossen en dan over spreken. Ja. Ja. En ben je in paniek over het leven of helemaal niet? Je hebt het onder controle, je bent de king. Nee, ik heb het natuurlijk helemaal... Nee, ik heb het net... Juist als je weet dat het allemaal nergens over gaat, je kunt niets nooit onder controle hebben. Dus ik heb het natuurlijk helemaal niet onder controle, ik heb geen idee. Maar... ik heb ook geen idee wat me te wachten staat daarin. Dus ja. Maar ik krijg er ook geen paniek van. Maar je hebt nooit zoiets van, binnenkort word ik van het scherm gehaald, dat is de zwarte dag van mijn leven, om maar eens wat te noemen. Even over de vrouwen terug. Hoe komt het dat relaties zo saai worden na een paar jaar? Nou, ik denk, een paar dingen. Seks wordt minder leuk. Seks is, laten we zeggen, voor mij is het zo dat als je een meisje pas ontmoet, is seks niet zo leuk. Vind ik tenminste niet zo leuk. En dan op een gegeven moment krijg je iets met die vrouw. En dan ga je elkaars lichaam leren kennen. En dan wordt seks heel erg leuk. Dan weet je wat jij leuk vindt en wat zij leuk vindt. En dan wordt het steeds geiler. En als je verliefd bent, dan durf je nauwelijks seks te hebben. Want dan vind je eigenlijk alles wat seks is, eigenlijk besmeur je haar mee. Dat wil je helemaal niet. En als het goed is, ontstaat er daarna wel leuke seks. En verover je zo'n vrouw op seksueel gebied steeds meer. En bij sommige vrouwen wordt dat zelfs hele leuke porno. En dan op een gegeven moment weet je het ook wel weer. Ja. Hè? En dan neemt dat wat af. Dan hoop je natuurlijk dat er allerlei andere dingen, en dat is ook vaak zo, doordat je levens verweven raken, dat je allerlei andere verbintenissen ook hebt. Dat je vriendschap sluit. Kan dat tussen man en vrouw? Ja, ik heb wel. Ja, maar moeilijker met vrouwen waarmee je seks hebt, vind ik. Ik vind dat seks en vriendschap niet echt lekker accorderen. Waarom is dat? Ik weet niet, ik denk dat seks nog veel meer te maken heeft met macht en vriendschap met gelijkwaardigheid. Hmm. Denk ik.
Weet je, en seks is natuurlijk toch een soort machtspelletje. Nou, als je verliefd bent, dan smeur je haar met seks? Vind ik nog wel een beetje. Ja. Waarom is dat? Omdat als je verliefd bent, dan is dat meisje gewoon man. Dat ze naar je wil luisteren, dat ze naar je wil kijken. Weet je, dat heb ik dan echt. En vind je niet dat ben ik niet eigenlijk een beetje te oud voor jou? En heb je al gezien dat ik een buikje heb? En ik voel me een lul, weet je? En ik vind haar, een prinses, bijna onaanraakbaar. Ja. En je bent wel een man die vrouwen op een voetstuk zet. Ja, heel erg. Ja. Je aanbidt. Ja, maar ze knallen er daarna ook wel weer af, hoor. Maar je bent wel een aanbidder. Ja. Heeft televisie geholpen om je verlegenheid te overwinnen? Nee, televisie heeft me verlegener gemaakt. Dat moet je uitleggen. Omdat voordat ik ik zit nu 11 jaar, ben ik dan bij de televisie. Ben ik bij de televisie. En daarvoor dus niet. En daarvoor wist in ieder geval niemand wie ik was. Bijna niemand, hè, behalve wat mensen uit het dorp waar je vandaan komt of wat dan ook. Maar, dus voel je je toch vrijer. Je kunt doen en laten wat je wilt en bent eigenlijk minder verlegen. Ja. Op het moment dat je bij die televisie komt, en dat valt het eerste jaar nog wel mee, en de eerste 2 jaar vond ik het samen met Lorette, als ik de stad in was, ook nog wel leuk. Als iemand ons herkende, want dan wisten we in ieder geval dat we kijkers hadden. Mm-hmm. En het is toch een beetje een bevestiging dat je er bent. Maar daarna word je steeds verlegener, omdat mensen je aanspreken op... je kan niet meer ophouden Jeroen Pauw te zijn. Ook niet 's nachts in de Boston Bar in Amsterdam of zo. Of noem maar een hele foute tent op. Oh, ja, ik ken jou. Ja. Daar word je verlegen van. Want je denkt ook van, god, die mensen denken natuurlijk, als ik nu dat en dat doe, dat ik arrogant ben. Of dat ik, laat ik me er toch blijkbaar heel veel aan gelegen. Dus ik word daar steeds verlegener van. Wil ook niet meer zo gemakkelijk een vreemd meisje aanspreken om... dat ik niet eens wil dat het meisje denkt dat Jeroen Pauw van de televisie heel gemakkelijk een meisje aan kan spreken. Dus het wordt allemaal... Is je verliefd op Lorette? Ja. En hoe is het dan om, als de verliefdheid voorbij is, nog jarenlang samen aan een tafeltje te zitten? Nou, omdat er veel tussen zat. Ik was op Lorette verliefd in 1985, denk ik, zo'n beetje. En wij gingen pas aan het tafeltje zitten in 1989, dus dat er weer 4 jaar tussen. Is dat niet de spijt van een gepassioneerd verleden die je altijd meespeelt? Nee, het is een beetje, je kan tegen elkaar alles zeggen. Weet je, het is meer, je wordt toch, we hebben dus de fase van de verliefdheid gehad. En daarna de fase dat het een relatie werd en dan de fase dat je daar weer vandaan moet gaan. Dat is allemaal gelukt, zeg maar. Ja. Toen is er de fase geweest dat we elkaar een tijd niet hebben gezien. Lorette werkte bij een andere omroep dan ik. Ik werkte bij de VARA, zij werkte bij Veronica. En toen kwamen we samen weer terug. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Hoe vaak kun je verliefd zijn eigenlijk? Per dag, per week, per in een ik leven? Ik denk dat het 1-2 keer per leven, maar ik hoor van mensen, het kan wel 20 keer, 30 keer. Ja, volgens mij kan je wel vaak verliefd zijn. Is het dan de vlucht of is het een echte verliefdheid? Heb je gradaties in de verliefdheid die je hebt meegemaakt? Nou, als je te veel verliefdheden hebt, dan verliest de verliefdheid toch een beetje zijn waarde. Is jou dat overkomen? Af en toe wel, ja. Dat ik vind, denk, ja, hoe kan dat nou? Ik vond een paar maanden geleden vond ik haar nog zo leuk. En nu vind ik dit meisje alweer zo. Er klopt ook helemaal niets van me. Weet je, wat ben ik nou allemaal mee bezig? En dan begin je weer ergens te tobben. Ja, dan wel, ja. Je slechte karakter. Ja, dan denk je, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Je hebt toch het gevoel. Want bij verliefdheid en het romantisch idioom hoort eigenlijk, laten we zeggen, mathematisch gezien zou er maar één degene moeten zijn. Hè? Ja, maar het is niet zo. En je weet steeds vaker natuurlijk al vanaf je 25 of zo, bij mij dan tenminste, ja, dat niet zo is. Maar dan hoop je nog dat het er een paar zijn. Om toch nog een zekere extra en een zekere waarde te geven aan die vrouw waar je op verliefd wordt. Ja. En als ze dan vaker verliefd wordt, dan wordt het natuurlijk ook net zo inwisselbaar als een lucifer in een doosje. En dat is wat je overkomt, zelfs die kick ben je kwijt. Ja, maar dan, dat krijg je wel weer terug. Hoe? Door dan het geluk te hebben dat je een tijdje niet verliefd bent. En dan weet je weer wat het is. Natuurlijk, het is zo als je de hele avond zit in een café en je weet echt niet meer hoe je die wodka weg kan krijgen. Ja. Dan maakt die wodka niet meer uit. Maar een week later, dan ben je weer dol als je een glas wodka ziet. Ben je wel verliefd geworden op een hele lelijke vrouw? Nee, dat kan natuurlijk niet, want die vind je dan niet lelijk. Oké, okay. Die in de algemene norm lelijk is. Ja, vast. Ja. Misschien ben je wel een enorme estheet. Nee, helemaal niet. Nee, ik word eigenlijk bijna altijd verliefd. Op iets wat die zogenaamde schoonheid relativeert. Ik werd verliefd op Manuela, die, laten we zeggen, volgens de
ja, algemene normen of zo, wel een mooie vrouw is. Maar ik werd verliefd op dat feit dat ze een scheve mond had en een beetje zo'n clownskoppie, zoals ik het dan zie. Het was die kleine afwijking die het perfect maakte. Precies. Een meisje die bijvoorbeeld een hoektand heeft die net een beetje scheef staat. Dat is leuk. Toch? Ja. Ja. Maar als je dan zelfs morgens in de spiegel kijkt, is het dan met een zeker narcistische verliefdheid of diepe afkeer? Ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Mijn ijdelheid zit veel meer in de geest dan in het lichaam. Voor mij toch overigens heel leuke, alombeleden afkeer van ouders. Dat je ouders een zielige soort vindt. Dat je daarom ook geen kinderen wil. Ja, dat komt natuurlijk voor een gedeelte. Komt dat natuurlijk omdat ik ouders ken als de hoedanigheid van kind. In de hoedanigheid van kind. Dat is niet meegevallen. Dus dat vond ik al niet leuk, vond ik vervelend. Nog steeds. Ze zaten hier in de weg. Ja, behoorlijk. En ik zie ook vaak dat ouders... wat zijn nou ouders? Dat zijn mensen die toevallig kinderen hebben in ongeveer mijn leeftijd, of soms iets jonger en soms iets ouder. En die zitten over het algemeen zichzelf behoorlijk in de weg. En proberen dan al hun frustraties nog maar te projecteren op dat kind. Ja, die moet dan goed maken wat er mislukt is. Ja. Ik heb dus ook geen hekel wat ik wel eens heb geroepen, maar niet zo heb bedoeld aan kinderen. Maar ik heb wel een hekel aan die ouders over het algemeen. Ze zijn bijna altijd vervelend en ze deugen niet. En dat vind ik ook echt. En mensen deugen niet. Omdat mensen deugen niet. Dus kinderen deugen eigenlijk ook niet. Ja, maar kinderen, daar heb je nog in ieder geval bij. Je geeft ze een rang en ze gaan weer spelen of zo. Daar komen er wel vanaf. Het is wel een klinische benadering, hè, van het kind. Want je zou kunnen zeggen, het is je eigen vlees en bloed, het mooiste wat er is. Nou ja, is toch onzin. Hoezo is bedacht. Hoezo is dat bedacht? Ja, het is je eigen vlees en bloed. Dat is dus een pure ego-trip. Maar goed, oké. Ja, het is een pure ego-trip natuurlijk, maar ja. Ja. Dus het is gewoon een beetje masturberen. Is het. Ja, dat was er bijna voortgebroken. Nee, misschien was dat ook wel beter geweest. Ja, dat realiseer ik wel. Maar ik beleid ook niet dat andere mensen zich niet moeten voortplanten. Nee, dat is waar. Heb je nooit gedacht, een vrouw vraagt een kind van mij, ik doe het? Ja. En? Nou, het is zo... kijk, als ik dit vertel, dan staat het volgende week in de roddelbladen, maar what the fuck. Ik sta al genoeg in de rollenbaden. Manuela is een keer zwanger geweest van mij. En toen was ik in New York. En toen... het is wel heel onbenullig hoor, want het geeft ook mijn onbenulligheid wel aan. Zij belde mij op en ik dacht dat er wat aan de hand was. Ik belde haar op en ik dacht, is er wat? Nee, niks. Nou, toen zei ze van, ik geloof dat ik zwanger ben. Ik was er erg trots op. Ik vroeg ook eerst, is het een jongen of een meisje? Wat toch vrij onbenullig is voor iemand. Als je net hoort dat je vrouw 6 weken zwanger is. Leuke vraag, ja. Ik ging toen naar Los Angeles en toen ging ik daar naar de Viper Room. Ken je dat? Dat is waar River Phoenix aan een overdosis is overleden. Ja. Ik was daar met een vriend en ik vroeg ook aan hem van, kan je niet zien dat hier eigenlijk een vader staat? Dit is toch ook wel weer mooi. En toen kwam ik terug en toen was het kind er vandoor gegaan. Ja. In het toilet. En toen dacht ik, dat is ook wel weer mooi dan. Toen was het ook wel weer mooi. En ook weer een poging gedaan om het serieus aan te pakken. Nee. Ik vond het wel mooi, want zij was ook heel mooi. Beetje fatalistisch is het, hè? Het was ook wel weer mooi dat het kind ontvlucht was. Nou ja, ik vond het ook wel. Ik heb het allemaal even gevoeld wel. Dat vond ik leuk, daar genoot ik wel van. Ik vond het leuk om je vrouw te zien, die dan toch opeens als een moeder een beetje uit gaat zien. Die borsten die wat groter worden en zo. En dat. Dat opeens rare dingen gaan eten en zo. Ja. Al die dingen die je leest in boekjes, wat die rare vrouwen doen die zwanger worden. Dus dat is dan leuk om te zien. En dan vond ik het ook wel weer mooi dat het zo was opgelost. Want ik bedoel, als je... Je was van de verantwoordelijkheid ontslagen. Zonder dat ik met breinaalden. My god. Weet je, toch een beetje somber leven eigenlijk. Nou, nee. Alles wat je overkomt, heeft ook wel een mooie kant. Ja, dat is toch niet somber? Vind ik wel. Nee, maar... Je gunt jezelf helemaal niet het mooiste of het beste. Je denkt als het misgaat, nou vooruit. Haat je jezelf? Nee, haat is... Te sterk woord. Een sterk woord, ja. Maar zeker onbehagen? Ja, natuurlijk. Ik heb het idee dat ik volstrekt niet deug. Weet je? Dat is toch heerlijk? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik zou wel willen dat ik een beter mens was in dat opzicht. Echt waar? Ja, dat ik dacht van, god, ik geef nooit wat bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ik heb nog nooit aan Greenpeace, Amnesty International of wat dan ook iets gegeven. Nog nooit. En veel zwart geld ook? Nee, ik heb geen. Nee, dat heb ik dan weer niet. Nee, ook dat heb ik niet. Ik ben een kluns met geld. Maar ik doe het ook niet. En
En dan denk ik eigenlijk, waarom doe ik dat nou niet? Ik heb toch geld zat? Nou, dan geef ik weer opeens iemand, altijd een junk, die geef ik dan weer wel geld. Dan denk ik, ach, een junk. Terwijl ik haat junks natuurlijk, want het zijn vreselijke mensen. Staan je auto te morrelen, ja. Die staan je auto te morrelen, breken bij je in en wat dan ook. Je wil gewoon overdosen voor ze, ja. Op het juiste moment geef je weer een sukkel een tientje. Maar de nierbestrijding, of wat is het, de nierstichting, ja, want ze zullen die nieren doen, hoor. Ja, nou, dat denk ik dan ook. Ja, die staat daar dichterbij, toch? Maar nou, het steunfonds voor narcistische mannen? Nee, dat zou ik, nee, want ik heb in ieder geval een beetje, wat ik al zei, ik heb er al een beetje moeite mee, dus ik zou ze nooit steunen. Laatste vraag, is er nog een einddoel, behalve doodgaan? Jawel. Maar ik weet niet welke. Dankjewel. Goed.